Tegenwoordig is alles ego. Ego-reisverhalen, ego-documenten, ego-documentaires, ego-blogs, ego-vlogs, ego-trips. Laat ik ook een herkenbaar gezicht aan mijn interviews verbinden. Een vriendelijk gezicht dat de kijker bij de hand neemt en teder door de interviews heen leidt. Deze vriendelijke meneer misschien. Maar ja, dan zeggen ze waarom nou weer meteen een man? Nee, zo cliché, een sexy vrouw. Iedereen moet zich erin kunnen vinden. Niemand beledigen, iedereen aanspreken, speciaal voor iedereen. Nou, dan wordt dit toch de nieuwe maker in mijn film. Waarom nou weer zo wit? Heb je wel eens van diversiteit gehoord? Meer kans op subsidie, meer kans op uitzending, breder publiek? Deze is weer te zwart. Zo dan. Genderneutraal, leeftijdneutraal, omniseksueel, divers paard. Iedereen zal zich hierdoor aangesproken voelen. Hij heet Ventus. Arte Creare Gerard Ventus. En we noemen hem Gerard Ventus. Gerard Ventus gaat een zesdelige ego-serie maken. En hij gaat de kunst van het maken tot kunst verheffen.